Kom maar binnen. Hé, hey, dat is Ben. Dat was Ben, ja. Ja, leuk. Opa, wil je mij dat verhaal nog eens vertellen van de schat van kapitein Langbaard? Ja, ik bedoel kapitein Zwaardbaard. Maar dat hebben we toch al zo dag verteld. We hebben er niet langs en muur van. Maar dat verhaal vind ik altijd zo mooi. Nou luister, ik wil u dat verhaal wel vertellen. Maar dan zullen we wel eerst iets veel meer moeten doen. Wat dan, opa? Dan moet het boven naar de zolder toe. Dan moet er mee iets pakken. En dat heeft te maken met het verhaal. Maar daar mag ik normaal nooit naartoe. Ja, maar hij is, je ziet oud genoeg ervoor nog. Wil je dat niet liever zelf pakken, opa? Ik ben nooit op zolder geweest en dat vind ik best wel eng. Je is echt niet bang te zien hier. Er kan misschien wel iets gebeuren, maar met ogen gebeurt er helemaal niks. Er ligt midden op de zolder een schilderij. En er ligt precies in het midden een accordeon bovenop. Dan moet je eraf halen en dan met het schilderij naar beneden komen. Maar als je het schilderij hebt, moet je ook gelijk naar beneden komen. En Ben, als je de accordeon niet van de schilderij afkomt, gelijk naar beneden komen. Wat ben je mee bezig? Ach, oma, dat komt wel goed. Hoeft niet zo bezorgd te zien, maar... Ik ga toch even kijken. Als dat maar allemaal goed gaat erboven. Ja, dat gaat allemaal wel goed. Want als het niet goed gaat, weet je precies wat je moet doen. Sst. Volgens mij is hij de brief in deze. Hij die de kracht bezit, zal de accordeon kunnen verplaatsen. Zo niet, dan zal dit uitblijven. Behandel dan heden de accordeon als uw naaste, dan zal ook de kaart bij u verblijven. Zwaar. Ben, ik heb al geleerd dat je een instrument met twee handen aan moet pakken. Oh ja. Ik wist het, Ben. Ik wist dat je het familiegeheim op zou lossen. Dit huis is al 10 generaties binnen de familie.
Zodoende is de kerk ook beschermd. Ziet u geschrokken? Ja, maar ik wist dat je het kost. Maar ik wist niet zeker of je de moed ervoor had. Hoe gaat het nu verder, opa? Op de plaats waar de accordeongelegenheid moet nog een kaart zichtbaar zijn geworden. Meer weet ik ook niet. We moeten nog zelf kijken hoe we dat allemaal opgelost hebben. Leg hem eens hier op tafel neer. Wat heb ik dan gehaald? Wat je gehaald hebt op zolder is meer dan 800 jaar binnen de familie. Het is echt de schatkaart van Zwartberg. Nu snap ik wat er gebeurde. Ik ben echt trots op je. Dat is hier. Nee, die kast lijkt op de kast in de schuur. Misschien staat er wel een aanwijzing op. Misschien weet ik wel iemand die ons daarmee kan helpen. En ik zal hem vanavond eens op kunnen zoeken. Ben, ik ben heel even weg, hè. Haaien. Er staat voor de rest niets op. En wat hebben we al gevonden? Hier, alleen een stukje kaart en een sleutel. Ja, klopt iets niet, Ben. Wat dan niet? Nou, aan de achterkant zit papier. Dat kan toch? Ja, maar dat deden ze vroeger nooit. Dus ik heb geen verstand van piraten en van schatkaarten en zo. Maar ik weet wel dat ze geen papier aan de achterkant doen. Maar het verf moest oijmen. Misschien hebben ze de minaria erachteraan geplikt. Zou het een dubbele bodem zijn? Dat zou je best kunnen. Wat slim. Heb je een scherp mes, oma? Zou je niet op opa wachten? Ik zal heel voorzichtig zijn. Maar echt heel voorzichtig van. Opa, kom snel kijken, we hebben iets ontdekt. Wat hebben jullie ontdekt dan? Nou, we waren aan het kijken naar het schilderij en we dachten dat er een dubbele bodem in zat. Dus ik ging heel rustig snijden aan de zijkanten en zo hebben we de schatkaart gevonden. Ik denk door het vinden van die kaart dat er heel wat in beweging is gezet. Maar dat zien we morgen wel en je gaat nog eens lekker naar bed toe. Mag ik nog even televisie kijken? Nou, vooruit, ik vertier ik. En dan ga ik direct naar bed, hè? Ja. Thank you.
Waar is het schilderij, opa? Ja, die hebben we niet meer nu, hè. Maar volgens mij stond er een sleutel op die we nodig hadden. Binnen! Goedemorgen. Precies op tijd. Goedemorgen, dat komt dan goed uit. Ja, Ben. Ik heb Paul gevraagd of hij ons met moet komen helpen. Want er werd heel veel af van zwaar daar. Ook Paul heeft een keer geprobeerd voor de accordeon op te tellen. Maar dat lukt niet. Nee, waar dat lid, dat weet ik ook niet. Er zijn er maar weinig die dat klaar hebben gekregen. De afgelopen 800 jaar, helemaal niemand. Maar ik dacht dat het een familiegeheim was. Dat is het ook. Maar Paul is een neef van mij. Maar gisteren, toen ik naar Paul toe ging, om te vertellen over de kaars en over die schilderij, gebeurde er iets heel raars. Wat kom jij doen? We hebben de schilderij. Kom wel binnen. Wat? Zwaar baard. Kom snel binnen. En zo liepen we weer naar binnen. En toen wij binnenkwamen en het kistje is goed bekeken, zagen we de letters van Zwartbaard staan. Toen hebben we het kistje opengemaakt en vonden we de sleutel. Hé, dat is de sleutel van het schilderij. Inderdaad, toen ik thuis kwam en jullie vertelden over de schatkaart en de kaars ontbrandde, toen jij de schatkaart uit de schilderij haalde. Wie heeft dat kistje dan neergelegd? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er al heel lang heeft gelegen. Nou, dan hebben we alles. Volgens mij wel. Oma, we gaan heel even naar de schuur, naar de kaars kijken en dan zien we wat we verder. Dat is goed. Breng daar ook wel een koffie en limonade. En Paulus, is het spekkoek? Ja, lekker. Oké, doen we dan. Is dat raar? Doe ze lekker er vanaf. Ben, heb jij dit gedaan? Nee hoor, ik ben hier niet geweest. Hij is op slot. Zit er ergens een sleutelgat misschien? Hier zit geen sleutelgat in. Hier! Hier zit een gat! Ik heb iets gevonden! Is dat een tekst bij of niet? Laten we eens kijken. Die tekst is een beetje verweerd. Hij die deze kast opent, zal het begin vinden. Let wel op, deze kast kan je verslinden. Geef me de sleutel eens. De pijl is niet, het is veel te groot. Hoe kan dat nou? Wacht! Er zit een dubbele bodem. Kijk! Nou, langzaam rijden. Pas op, hè.
onderweg. Wat zien we hier eigenlijk? Ik geloof, als ik de legende moet geloven, dat we op een eiland zitten, in de oceaan. Daar was Waalbaard zijn schat heeft begraven. En als ik dezelfde bekijk, moet dat wel bijna het bewijs zien. Gaat de schatkaart toch wat bij, hoor? Tuurlijk. Eens kijken waar we hem moeten nou. Nou? 56 stappen. Ja, nou, die kant. Moet er nog doorheen. Kijk hier, zie je? Ja. Doorheen, op zoet. Nou, kom. 1, 2, 48, 49, 51, 56. Nou, en nou? Oosten. Veertig stappen oost. Die kant op. Zeg, je hebt de sleutel toch wel op elkaar laten zitten, of niet? Jazeker. Anders kun je er straks nog niet meer uit. Oké. Okay. Die kant op. Die kant op. Hier moet het ergens zijn. Nou. Dus hier moet die ergens liggen. Nou, zoeken. Je ligt gaar niks. Hey, kijk. Ik heb wat gevonden. Dat staat hetzelfde kruis op als op de kaart. Eens kijken. Ja, en dan moeten we de langste kant van de kruis aanhalen. De langste kant, dat is die kant op. Ben al te kijken, zeg maar vast. Dan moeten we den boom aanhalen door. En dat zien 40 stappen. Ik denk dat dit een boer moet zien geweest. Dat staat iets bij, maar ik kan het niet lezen. Wacht even. Schat 1 meter ten noorden van deze boom. Dan moet niet. Dan moet hij hier ergens liggen. Hier een meter. Hij die deze schat zal vinden, zijt misschien niet onder de indruk. Maar neem deze waardevolle schat in de handen en gij zult echte waarde ontdekken. Dat? Dat weet ik.
zijn er twee. Dit is wat we moeten hebben. Kom, snel, terug naar de kaas. Door, de kaas! Ja, gewoon erin.